Bij het parkeren haaks achterwaarts in de vak rechts is de zaak dat we het overige verkeer op tijd laten zien waar we willen gaan parkeren. Dus we gaan kijken binnen spiegel voorrechter, spiegel rechterschouder, geven richting aan naar rechts. We naderen het vak op een meter tot anderhalve meter afstand in een lage snelheid, zodat we rustig de controle hebben om goed te kijken. De eerste lijn van het vak noemen we de nullijn. Dan gaan we tellen 0, 1, 2, 3 en na de derde lijn stoppen we onze auto. We gaan onze 6 controlepuntjes uitvoeren. En rollen rustig met slippende koppeling naar achter. We rollen zo meteen de derde lijn weer voorbij. En als onze B-stijl in het midden van het vak zit, gaan we insturen. En voor we insturen, kijken we even linkerspiegel, linkerschouder. En draaien de sturen helemaal naar rechts. Terwijl we dat doen, blijven we rustig rondom ons heen kijken en rustig rollen. Als we zien dat de auto bijna recht het vak inrijdt, sturen we ons stuur terug naar links, zodat we onze wielen weer recht krijgen, zodat we recht achteruit het vak in rollen.